Mijn naam is Dave Raamakers en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op dit kanaal. Als programmeur wil ik ervoor zorgen dat alles bij jou goed beveiligd is. En vooral de gegevens uit je database zijn er erg belangrijk voor. Daarom laat ik jullie in deze video een manier zien hoe dat je jouw gegevens uit de database kunt gaan beveiligen. Laten we snel gaan beginnen met de video. Zoals jullie kunnen zien heb ik mijn Notepad++ al geopend en heb ik hier een variabele aangemaakt met de waarde hoi123. En we zullen deze waarde hoi123 op dit moment gaan coderen. Dit gaan we doen door een MD5 codering. Deze zal van onze variabele hoi123 een hele vreemde code gaan maken. Dat zal dus in dit geval deze code zijn. En het is op dit moment nog niet mogelijk om een MD5 codering terug te coderen naar normale tekst, dus naar hoi123. Al moet ik wel zeggen dat er op dit moment op internet verschillende libraries te vinden zijn waarmee je een MD5 codering kunt gaan kijken of die misschien al een keer gevonden is en zo de waarheid erachter kunt weten. Het is dus niet 100% waterdicht, maar het is wel een hele goede manier om snel iets te kunnen coderen. Dat kunnen we ook bijvoorbeeld gaan doen met de Base46 encode. En als we deze codering zullen gaan runnen, zal ik uit de uitkomsten komen te staan. AG9PMTIZ. Het is een mooie codering, alleen deze is niet 100% waterdicht. Want door van encode een decode te maken, zul je de code weer kunnen terugzetten naar in dit geval hoi123. Het is dus geen veilige methode, maar het is wel makkelijk om als je even snel iets wil coderen, wel niet 100% veilig hoeft te zijn. Later in deze video zullen we op gaan terugkomen hoe je van dit toch een veilige code kan maken. Maar daar komen we zo meteen op terug. De B46 en de MD5 zijn dus veel gebruikte manieren om iets te kunnen gaan coderen. Alleen zoals ik al zei, ze zijn niet 100% veilig. Je kunt wel op verschillende manieren voor zorgen dat deze wel een stuk veiliger zijn en misschien zelfs ook wel 100% veilig zijn. Dat kun je bijvoorbeeld doen door de MD5 en de Base64 met elkaar samen te voegen. Als eerst gaat ze een Base64 van maken en van dat alles maakt hij weer een MD5. Nou, dan moet je wel heel toevallig zijn dat ook deze code in die library tevoorschijn zal komen. Dus het is een moeilijke manier om hier achter te komen. Want ook je moet weten dat het eerst de base moet zijn en dan de MD5. Dan is veilig, maar nog niet 100% veilig. Wat je zo kan doen, is de base64 pakken en daar een random getal of eventueel letter achter zetten. Zo zal het een stuk moeilijker worden, omdat je eerst moet gaan weten welk cijfer of letter random is en dan uiteindelijk pas terug kunt gaan rekenen. Dus je kunt hem achteraan plaatsen, zoals ik hier heb gedaan, maar je kunt bijvoorbeeld ook kiezen om hem voor te plaatsen. Wil je het zelf weer terugcoderen, dan kun je heel simpel de eerste of de laatste weghalen, net wat je hebt ingesteld, en vervolgens hem weer terugzetten. Het is niet 100% veilig, want met wat proberen kom je uiteindelijk toch achter wat er staat, maar het zal wel een stuk moeilijker worden om de code te kunnen achterhalen. Ik heb nog een volgende manier bedacht, en zodat ik weet is die manier 100% veilig, en dat is deze manier. En met deze code doen we zelfs als eerst, gaan we eerst een base64 van maken, vervolgens zetten we daar een random getal achter, en dat alles, daar maken we weer een base64 van. Of je zou het kunnen omdraaien, eerst een random getal, dan de eerste keer, en dan vervolgens alsnog een keer coderen. Nu als je gaat kijken naar de uitkomsten, zien we twee totaal verschillende uitkomsten staan van eigenlijk dezelfde waarde. Nou, zodat ik weet is deze manier bijna niet te kraken, maar het voordeel is, als je weet hoe, kun je wel weer makkelijk terugcoderen. Zo zou je bijvoorbeeld alle gegevens in de database kunnen coderen. Mocht ooit een keer de database gehackt worden, ziet iemand alleen maar random getallen. En dan zal hij uiteindelijk nog een manier moeten gaan bedenken om dat terug te gaan coderen. Ik heb hier onderaan in de videobeschrijving ook een code staan. En ik ben erg benieuwd of het jullie lukt om deze code te kunnen kraken. Ik heb die gemaakt op een soort van gelijke manier als ik hier aan jullie heb uitgelegd. Natuurlijk is die wel iets anders, maar het komt er wel op neer. En ik ben erg benieuwd of het jullie lukt om deze code te kraken. Lukt het jullie om de code te kraken? Laat dan hier onderaan in de reactie achter. En misschien maak je wel kans op een hele vette prijs. Vonden jullie deze video leuk? Vergeet natuurlijk niet dat blauw duimpje omhoog te doen en je te abonneren op het kanaal hier beneden. En zie ik jullie volgende keer weer terug bij een nieuwe video op dit kanaal. Tot volgende keer. Daarachter het paar laatste twee blokhaken met erbinnen twee quotejes en type 0. We willen dus een nulde waarde hebben. Daaronder komt de eerste waarde